Het is heel uitzonderlijk dat de paus vanwege een calamiteit de voorzitters van de lokale bisschoppenconferenties in de respectievelijke landen allemaal naar Rome ontbiedt om ze te laten bewust worden van het feit dat er echt iets structureels moet gebeuren. De paus was zich er zeer van bewust dat het dat iedereen ergens in zijn hoofd wel weet dat zeker 30, 40 jaar geleden misbruik behoorlijk veel heeft plaatsgevonden. Dat er dus tussen de 2% en 4% van de geestelijkheid kinderen minderjarigen misbruikte. Nou, dat kun je je natuurlijk niet voorstellen. Maar hij heeft echt gewerkt aan de bewustwording van dat het veel ingrijpender is dan zij zich realiseerden na de cappuccino's morgens. Vandaag bekendgemaakt, of vannacht volgens mij, George Pell, voormalig financieel adviseur van de paus, ja. Minister van Economische Zaken van het Vaticaan, wegens misbruik van 2 13-jarige ja. jongetjes in Australië. Mogelijk kan hij veroordeeld worden tot 50 jaar volgens mij. Ja, 20. Dit soort dingen geeft ook wel een beetje de indruk dat die hele katholieke kerk er wel een beetje van doordecemd is. Hè? Dat hoor je vaak. Het kan bijna niet dat mensen nog zeggen, wij hebben hier niks van geweten. Nee, ik denk dat, daar moet je heel reëel zijn. Het is een veel structureler probleem geweest dan wij ooit hebben gedacht. Kijk, iedereen had, ik heb zelf op nog net op een school gezeten die geleid werd door jezuïeten. Nou, daar heb ik een prima tijd gehad. Mijn vader heeft zelfs op een internaat bij jezuïeten gezeten. Dat was. U hebt nooit daar iets wat bij misbruik absoluut, in de buurt niet gehoord? Niet. Nee. Maar mijn moeder, die denk ik de meest intelligente van het hele zootje bij ons thuis was, die zei, ja, maar die kapelaan, mijn gut feeling zegt dat niet helemaal klopt. Mm-hmm. Ja, had ze gelijk, ik weet het niet. Maar mensen waren er wel bedacht op. Alleen, geestelijk hadden vroeger een grote machtspositie. En daar hebben een aantal van die zieke typen een minderheid, maar wel structureel misbruik van gemaakt. Over de uitkomsten van afgelopen weekend. Kunt u even samenvatten wat volgens u de opbrengst is van deze conferentie? Ja, nou, wat er gebeurd is dus één, wat ik je net zei, dat bisschoppen, voorzitters van de bisschoppenconferentie, die zijn zich er bewust van geworden. Heel confronterend dat het een structureel probleem is, ook al is de minderheid van geestelijke. Twee, ze hebben elkaar gevonden als het gaat om een coherent en homogeen protocol ontwikkelen. Dus er komt nu een handboek, voor what it's worth. Hè. Je moet maar zien hoe dat geïmplementeerd wordt. Maar er komt een handboek wat wereldwijd zal worden gevolgd als er sprake is van misbruik. En derde is dat de paus, en dat heeft hij nu ook bewezen met Pell, die zegt niet meer van nou, wij gaan in de kerk mantel der liefde en doofpot dingen doen. Nee, als een geestelijke misbruik pleegt, een kwetsbare schendt, dan zal die worden uitgeleverd aan de civiele justitie. En sterker nog, ik las nou net op een Spaanse website dat de paus nu, omdat Pell schuldig is bevonden, Pell geschorst is van zijn priesterlijke en bisschoppelijke taak.